mooi. Ik zou hier graag een groen dakje opleggen. Ik had daarvoor eens naar het EcoHuis gebeld en blijkbaar sturen zij een adviseur als je meer diepgaand advies wilt over een groen dak aanleggen. Dus dit is het dakje. Ik kijk hier vanuit mijn badkamer en mijn slaapkamer en dat leek me wel mooi om op een groen in plaats van een zwart dak te kijken. Ja, ik denk dat het hier zuidgericht is, dus je hebt hier volle zon, dus heb je eigenlijk heel veel mogelijkheden om heel veel kruiden en zuiderse planten die graag in de warmte en de zon staan. Ah, ja. Nu, dat heeft natuurlijk consequenties naar gewicht toe, zo'n groen dak. En vanaf 200 kilo moet je eigenlijk terecht bij een architect moet je eigenlijk een berekening laten maken. Nu, we bekijken sowieso de constructie. Okay. En dan gaan wij u weten te zeggen hoe ver dat je kan gaan qua gewicht eigenlijk. Ja. Ik zie dat je de dakbedekking nog recent hebt vernieuwd. Ja. Ik hoop dat je ook gedacht hebt aan isolatie. Ik heb het dakje ook geïsoleerd toen ik het vernieuwd heb. Want dat is wel belangrijk als je een groen dak gaat aanleggen, omdat je achteraf kan je eigenlijk geen isolatie meer leggen. Dus je moet goed isoleren voor je begint aan een groen dak. En wat zijn eigenlijk zo de voordelen? In eerste plaats, je dakbedekking die ligt hier in de volle zon. Dat is een zwarte dakbedekking, dus die gaat heel warm worden. En de ruimte daaronder gaat ook opwarmen. En een groen dak is eigenlijk ideaal om die hitte buiten te houden. Mm-hmm. Eigenlijk, hè. Uw dakbedekking gaat ook veel langer meegaan. Dus de levensduur gaat eigenlijk bijna verdubbelen. Ik kan u een paar voorbeelden laten zien van wat er zoal mogelijk is. Dus ik heb hier een aantal foto's mee van bestaande groendaken. Je ziet hier mooi. Bijvoorbeeld, ja, dat is een combinatie semi-intensief met sedumplantjes en wat hogere kruiden. Het kan zelfs een moestuin voor mensen die geen eigen tuin hebben en die willen toch een beetje groenten of kruiden kweken, kan ook op het dak. Nu, als je dat allemaal ook eens in het echt wil zien, dat kan ook. Dus dan kan je voor terecht bij het EcoHuis in Antwerpen. Oké, prima. Bedankt. Welkom op het dak van het EcoHuis. We hebben hier heel veel verschillende soorten opstellingen van groendaken. Omdat u een plat dak hebt, zal ik u een paar tonen. Dit is eigenlijk een heel simpele opbouw. Dat is met vetplantjes eigenlijk, gemengd met kruiden. Mm-hmm. Hier is al een iets ingewikkelder, omdat er mee gewerkt is met siergrassen. Beide opbouwen zijn eigenlijk heel eenvoudig. Het kan op eender welk plat dak. Dus hier komen we bij de daktuin. Dan moet je natuurlijk wel een dak hebben dat gewicht kan dragen. Dit is eigenlijk de simpelste oplossing voor het aanbrengen van sedumbeplanting op je plat groen dak. Mm-hmm. Hier zit eigenlijk alles in. Kan je gewoon als cassettes op je dak plaatsen. Dat is een zelfbouwsysteem. De beperktheid daarbij is dat je gewoon dan deze soort plantjes erin kan zetten. Wat denk je zelf? Ja, ik denk eigenlijk eerder aan een combinatie van vetplanten met wat kruiden en grassen. Dan is er wat meer diversiteit in plantjes. Dat lijkt me wel leuk. Voilà, dat zijn heel mooie plannen. Dank heel veel succes ermee. Dank je wel. Tot de volgende keer. Bedankt voor het advies. Tot ziens. Dag.